Bijzondere weersomstandigheden hebben invloed op het verkeer in Nederland. Ook het spoor heeft hier last van. Het Nederlandse spoor wordt intensief gebruikt. Het is een van de drukste spoornetwerken ter wereld. In totaal 7000 kilometer spoor, 404 stations, 7200 wissels en 11680 seinen bieden ruimte aan ruim 5500 treinritten per dag. De NS vervoert hiermee 1,2 miljoen reizigers per dag. De dienstregeling is een complex samenspel van beschikbare sporen en wissels, treinen en personeel. Onder normale omstandigheden is er ruimte voor kleine aanpassingen in de dienstregeling. Maar als er te veel verstoringen zijn, kan het treinverkeer ontregeld raken en kunnen reizigers hinder ondervinden. Neem bijvoorbeeld een druk treinknooppunt als Utrecht Centraal, met 120 treinbewegingen per uur. Sommige treinen keren hier, andere maken een tussenstop, worden weggerangeerd of gaan op een ander traject rijden. Ook het personeel stapt soms over op een andere trein. Alles volgens een strak gepland schema. Stel dat een kapotte wissel of defecte trein buiten Utrecht het spoor blokkeert. Op dat gedeelte kunnen dan minder of geen treinen rijden. Maar ook andere treinen, bijvoorbeeld die op Utrecht Centraal, kunnen dan wellicht niet op tijd vertrekken voor een volgende rit. Op deze manier leidt een lokaal probleem tot vertragingen in andere delen van het land. Onder normale omstandigheden wordt de dienstregeling bij verstoringen zo snel mogelijk hersteld. Dat lukt niet meer als op meerdere plaatsen kort achter elkaar verstoringen ontstaan. Dan wordt het aantal uit te voeren aanpassingen in de dienstregeling simpelweg te groot. En dan kan het treinverkeer in delen van het land tot stilstand komen. Bij verwacht slecht weer kan het noodzakelijk zijn om meer ruimte te creëren op het spoornetwerk. Het preventief aanpassen van de dienstregeling. De NS rijdt dan landelijk met 20% minder treinen. In de Randstad rijdt ongeveer de helft van het aantal treinen. Hierdoor is er meer tijd om verstoringen te verhelpen. Ook kan het treinverkeer makkelijker om een storing heen rijden en is er meer reservepersoneel beschikbaar. Samen met weerspecialisten en volgens strikte protocollen wordt er besloten wanneer een aangepaste dienstregeling noodzakelijk is. Minder treinen betekent minder kans op opstoppingen en hinder voor de reiziger. Ook blijft op die manier reisinformatie langer actueel. Doordat er minder treinen rijden, wordt het op een aantal trajecten wel drukker in de trein. Daar waar mogelijk zet de NS langere treinen in. Om de aangepaste dienstregeling te kunnen rijden is een dag voorbereidingstijd noodzakelijk. Zo kunnen de reizigers ook tijdig via diverse media worden geïnformeerd. Ondanks alle inspanningen kan het toch gebeuren dat er een verstoring optreedt. Het aanpassen van de dienstregeling verkleint de kans dat het treinverkeer tot stilstand komt en biedt meer voorspelbaarheid voor de reiziger.